Hallo allemaal, hier is die dan, de film van het VWO scheikundeexamen 2024. De antwoorden komen zo even in beeld allemaal. Kunt u natuurlijk ook in het correctiemodel vinden, maar ik ga ook een beetje uitleggen hoe je bij dat antwoord komt. Op het eind zal ik nog even terugkomen of dit nou klopte met de verwachting. Al met al is het denk ik een examen wat niet al te lastig was en ook niet al te lang was, maar met her en der natuurlijk wel een instinker ertussen. We gaan beginnen. Vraag 1. Meteen een beetje een lastige, want we moeten hier twee reacties optellen. En van de optelsom van die twee reacties moeten we de reactiewarmte berekenen. En daar hebben we de vormingswarmte van DME voor nodig die nog in de opgave staat. Nou, het optellen van de reacties, daar zit een klein instinker in. En dat is dat er in de eerste reactie één keer methanol ontstaat, maar in de tweede reactie twee keer methanol wegreageert. Nou, als alle methanol die bij 1 ontstaat bij 2 moet wegreageren, moet die eerste reactie alles keer 2. Dus ik heb hier 2, 6, 2 en 2 voor de coëfficiënten voor deze reactie gemaakt. Die onderste die schrijf ik gewoon over en dan kan ik ze optellen. Nou, die methanollen die kan ik wegstrepen, 2 hierna en 2 daarvoor. Dan komt deze reactie eruit. Dan hebben we het eerste deel van de opdracht gedaan en dan kunnen we naar het tweede deel. Nou, hier nog een keer boven die reactie. Ik ga hem even doen met een tabel. Er zijn andere manieren, maar dit is een manier die in ieder geval altijd werkt. Hier staan de formules of namen van de stoffen. Dan ga ik eerst de vormingswarmte opzoeken in bijvoorbeeld Binas 57. Nou, die staat er voor CO2, voor waterstof niet, dat is een element. DME, die was gegeven in de vraag. En water, dat is hier een gas. Ja, dat komt omdat er een G staat in de vraag, hè, bij beide eigenlijk. En dat betekent dat ik die min 2,42 maal 10 tot de vijfde moet nemen uit Binas. En dus niet die van vloeibaar water die je ook vaak gebruikt. Kijk je nou het correctiemodel, dan zie je daar andere getallen staan, omdat de examenmakers science data gebruiken. Dan staat hier 3,94 en dan kan het zijn dat je net iets anders uitkomt. Maak je daar niet druk over. De tweede kolom is wat er in deze reactie aan de hand is. Ja, dit is per 1 mol en we hebben van sommige stoffen meerdere mollen. Daarmee bedoel ik dit. Ja, dus dat is een 2 voor de CO2, die doe ik keer 2. Die 0 van H2 kan ik laten staan. Keer 6 doen, dat maakt natuurlijk niet uit als er 0 staat. DME 1 keer en water 3 keer. En dan zijn dit de aantallen joule in deze reactie. Maar nog niet met het juiste teken. Krijg ik heel vaak vragen over hoe zit dat nou? De stoffen voor de pijl die worden niet gevormd. Het gaat wel over vormingswarmte. Dus van de stoffen voor de pijl moet je het teken veranderen. Dus de min wordt een plus. Bij 0 maakt het niet uit en de stoffen na de pijl die laat je gewoon staan. De getallen in de laatste kolom die tel ik op. De getallen in de laatste kolom tel ik op en dan komt er min 1,23 of min 1,22 maal 10 tot de vijfde joule per mol DME uit. Er staat hier voor die DME niet een getal. Als hier een 2 had gestaan, bijvoorbeeld dat ik nog een 2 moeten delen, hoeft niet. Dus hier hebben we ons antwoord staan. Dan opgave 2, het opstellen van de evenwichtsvoorwaarden van het evenwicht van deze reactie. En daarna moeten we nog iets zeggen over het rendement afhankelijk van de druk. Nou, beginnen we gewoon even met die evenwichtsvoorwaarden. K is, niet vergeten, rechts van de pijl komt boven. Links van de pijl komt onder. En omdat er 3 voor dat waterstof staat, zien we hier de 3 staan. Dus tot de macht 3. Water is hier een gas, dus het komt wel in de evenwichtsvoorwaarden. Alle stoffen die de fase G of AQ hebben komen daarin voor. Water is natuurlijk vaak een vloeistof, maar niet bij deze reactie. Dus dit is de evenwichtsvoorwaarde. Dan gaan we naar het tweede deel van de vraag, het effect van de druk op het rendement. Nou, daarvoor moet je deze regel even onthouden hebben. Bij het verhogen van de druk, bij een evenwicht, is de reactie naar de kant van de minste gasdeeltjes in het voordeel. Nou, wat hebben we hier in deze situatie? Aan de ene kant links hebben we 4 gasdeeltjes. Het zijn allemaal gassen, dus 1 CO2 en 3 waterstof. Dat zijn er samen 4. En rechts zijn er maar 2. Dus links zijn de meeste en rechts de minste gasdeeltjes. Dat betekent dus weer dat de reactie naar rechts, daar staan de minste gasdeeltjes, in het voordeel is bij het verhogen van de druk.
Nou, bij de reactie naar rechts ontstaat er meer DME, dat is het doel. En dat betekent ook dat bij hoge druk het rendement hoger is. Dan hebben we een hoger rendement. Hier moeten we kookpunten vergelijken van DME, water en methanol en begrippen op microniveau gebruiken. En er is je dan de eerste vraag over waterstofbruggen. Dat is de clue van deze vraag. Nou, hoe gaan we antwoord geven? De stof DME bestaat uit DME-moleculen, dat is een microniveauwoord, en die bevatten geen OH-groepen of geen NH-groepen. De andere, dat wil zeggen de watermoleculen en de methanolmoleculen, die bevatten wel OH-groepen. Nou, wat betekent dat? Watermoleculen kunnen onderling waterstofbruggen vormen. Methanolmoleculen kunnen dat ook doen, hè, dus een ene methanol met een andere methanol, maar bij DME kan dat niet. Je denkt misschien van, hey, die O hier zou wel een waterstofbrug kunnen vormen met een H die aan een O vastzit van iets anders. Dat klopt, maar het gaat hier om DME-moleculen onderling. Nou, daar zit geen H aan een O, dus die kunnen geen waterstofbrug vormen met elkaar. De conclusie mag wel op macroniveau. DME heeft een lager kookpunt dan water en methanol, omdat op microniveau de DME-moleculen geen waterstofbrug kunnen vormen en de methanolmoleculen en de watermoleculen wel onderling. Komen we bij een lange vraag. Hij is eigenlijk weinig punten waard voor een blokschema. Je moet heel precies en goed lezen en ook nog goed letten op het hergebruik van stoffen. Dus dit is eigenlijk best wel heel erg veel werk voor 3 punten, vond ik. Als we heel precies lezen, nou, dan komen we eruit. Hieronder de bijlagen, en ik zal steeds even de stukjes hier in het midden plakken van de vraag waar je de informatie uithaalt die ik hierin ga verwerken. Nou, eerst nog even de vergelijking van reactie 1. En dan zit hier in ieder geval al een lastigheidje in dat hier evenwichtspijlen staan. Dat betekent dat de reactie niet volledig is. Nadat het evenwicht zich heeft ingesteld, zijn alle stoffen nog aanwezig. Nou, in die R1 vindt reactie 1 plaats. En we zien dat waterstof en CO2 erin gaan. En dan moeten we gaan kijken, wat komt er nou uit? Er komt een scheiding na. En in die scheiding worden water en bijproducten van elkaar gescheiden aan de onderzijde hieruit. Nou, dat is eventjes eigenlijk wel een beetje een lastigheidje, want uit dat zinnetje volgt eigenlijk dat er in die eerste reactie ook nog bijproducten worden gevormd. Dus niet alleen de stoffen die hier staan, maar ook nog bijproducten. Die mogen we gewoon als bijproducten noteren. Nou, wat komt er dus uit? Alle 4 de stoffen die hier staan en de bijproducten. Die gaan de scheiding in. Nou, water en de bijproducten, die worden er dus aan de onderkant uitgehaald, dus die schrijf ik hier bij dit pijltje naar onder erbij. Methanol gaat door naar reactor 2, dan gaat hij reactie 2 doen. En dat staat ook in de tekst. Nou, dat betekent dat die andere stoffen, dat zijn CO2 en waterstof, hier aan de bovenkant uit moeten komen. Dus die schrijf ik er ook even bij. Ik zie maar 1 pijl staan, het zijn beide gassen, hebben vrij lage kookpunten, dus dat is eigenlijk 1 stroom. Dus die komen z'n 2 in 1 stroom terecht. Dan gaan we kijken naar reactie 2. Hier staat hij. En ook reactie 2 is een evenwicht. Dus dat betekent dat het methanol wat erin gaat er deels ook weer uitkomt. En maar ook de 2 reactieproducten, DME en water, die komen eruit. Dus DME, water en methanol, alle 3 uit R2 naar die volgende scheidingsruimte. Nou, in die scheidingsruimte worden de stoffen van elkaar gescheiden natuurlijk. En dan hebben we 3 fracties, DME, methanol en water. Dan moeten we even gaan bekijken welke komt nou waar uit. We moeten gaan letten op de kookpunten. Degene met het laagste kookpunt, nou, dat werd net al gevraagd bij de vorige vraag, is DME. Dus die komt aan de bovenkant eruit. Die andere 2 stoffen, daarvan zou je in Binance of Science Data het kookpunt kunnen opzoeken om te bedenken dat water het hoogste kookpunt heeft, hoger dan methanol, die komt daar eruit en methanol komt aan die kant eruit. Nou, dan hebben we het hele verhaal gedaan op 1 zinnetje na. Dat ene zinnetje is dat we hergebruik van stoffen moeten doen.
Dat wil zeggen dat de methanol die hier eruit komt, die kunnen we opnieuw gaan gebruiken in reactor 2. Dus die ga ik terugleiden naar reactor 2. Wat ook goed is, als je hem hierop aansluit. Dus als je dit pijltje hier aansluit op de pijl van methanol die die reactor ingaat. Nou, zoals hier staat, staat in het correctiemodel. Dus krijg ik er allemaal vragen over. Maar een ander goed antwoord is dus ook daarop aansluiten. Dat is eigenlijk iets goedkoper, want dan hoef je maar één aansluiting te maken in de reactor. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Zijn we nog niet helemaal klaar? Want ook die CO2 en waterstof, die kan ik opnieuw gaan gebruiken in reactor 1. Dus die ga ik ook terugleiden. Niet aansluiten op deze pijlen op die manier, want er is waterstof en CO2 van buiten nodig. En er komt gerecirculeerd waterstof en CO2 weer terug. Nou, een hoop kleurtje bij elkaar, maar dit is het blokschema en antwoord op deze opgave. Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. Die is weer wat minder werk, maar toch even veel punten. We moeten de E-factor berekenen van deze reactie. Het is even een hele andere reactie voor als je de eerste vraag allemaal niet wist. Nieuwe ronde, nieuwe kansen bij vraag 5. De formule van de E-factor is in Binance of Science Data te vinden. En die staat hier. En dan hebben we de beginstoffen nodig, de massa daarvan en de werkelijke opbrengst. Nou, voor die werkelijke opbrengst is het rendement nodig. Dan ga ik eerst gewoon even kijken wat is de molecuulmassa van de stof die we willen hebben. We zijn geïnteresseerd in DME, dus alleen van die stof. Dat reken ik hem uit. Ik heb hem hier als molecuul gedaan. Sommige mensen doen het in molaire massa met gram per mol. Dat mag allemaal. Het gaat even om het getal. Dan moet ik dat rendement gaan toepassen. Het is 63% rendement. Dus je doet het getal keer 0,63. Dus dan is de massa van de werkelijke opbrengst in dit geval 29,02. Nou, de massa van de beginstoffen, die tel je gewoon bij elkaar op. Dus CO, 5 keer H2 en CO2. Nou, dan kom ik op 82,1 uit. Niet het rendement toepassen. Dit is gewoon wat je erin stopt. De totale beginstoffen. Het rendement pas je alleen maar toe op de stof die je geïnteresseerd, waarin je geïnteresseerd bent. En dat doe je dan keer in dit geval 0,63. Nou, nu kan ik gaan invullen. De formule van de E-factor. En daar komt dan 1,8 uit. Het is gewoon een getal, hè? Niet keer 100% zoals bij de atoomeconomie. 1,8 is het antwoord. We moeten nog een tweede vraag beantwoorden. Of het de minimale of maximale waarde is. En dan moeten we gaan kijken naar het rendement. En we gingen hieruit van 63%. Maar het rendement kan ook minder zijn. Bijvoorbeeld 51%. Nou, de E-factor is eigenlijk hoeveel kilogram afval er per kilogram gewenste stof ontstaat. Nou, als dat rendement minder is, ja, dan heb je ook meer afval en minder gewenste stof. Dus dat betekent dat die waarde die we berekend hebben bij 63 het minimum is. Hebben we een lager rendement, dan krijgen we een hogere E-factor. Vind je het lastig om te redeneren, dan zou je eventueel nog een berekening kunnen doen met bijvoorbeeld 51%. En dan een conclusie trekken. Dat mag ook natuurlijk. Dat is eigenlijk dezelfde berekening, maar doe hier keer 0,51. En dan komt er een groter getal uit. En dan kun je concluderen dat die 1,8 het minimum is eventueel. Dus het kan op meerdere manieren uitgelegd worden, maar dit is wel de kortste. Goed, de volgende opgave gaat over het opslaan van energie uit zonnepanelen. Een heel actueel probleem natuurlijk met al het gedoe van het solderen wat het afgeschaft. De batterijen die krijgen denk ik in de toekomst een hele grote rol. Daar gaat deze vraag ook over. Dat interesseert jullie niet, want jullie willen de punten halen. En die kun je halen met behulp van de halfreacties. Halfreacties opstellen. Nou, kwam heel mooi uit. Vanmorgen nog een filmpje over op YouTube gezet. Nou, gewoon even goed lezen en aanvullen. IJzer-2-hydroxide. Dit is in formuletaal. Reageert tot onder andere ijzer. Er staat gewoon ijzer, niks erbij, dus het is gewoon Fe. Dus geen naam of iets dergelijks erbij. Nou, dan moeten we even gaan kijken hoe we dit kunnen laten kloppen. Nou, die OH-minnen, die moeten ook ontstaan. Er ontstaan hydroxide-ionen, want die gaan door de membraan heen. Dus die komen hier als OH-min eruit. Nou, dit klopt natuurlijk niet. Niet denken, hier moet 2 plus bij. Nee, dat klopt niet. Er moeten elektronen bij, want het is een halfreactie. Die elektronen moeten aan de linkerkant 2 keer, en want ik heb hier 2 min als lading rechts, moet ik ook 2 min als totale lading links hebben. Dit is de eerste halfreactie. Gaan we naar de tweede. Nou, we gaan met nikkelhydroxide.
Deze stof hier die is gegeven en dit wordt in elkaar omgezet. Nou, even iets lastiger kloppen maken dan die bovenste. Er staat hier ook nog dat er water uitkomt. Dus die zet ik hier rechts van de pijl, want daar reageert aan de rechterkant dat nikkel gebeuren. Nou, dan moet ik hem laten kloppen. Nou, die OH- die ontstaat daar, dus heb ik aan de linkerkant nodig, hè, bij die onderste, bij de blauwe. Ja, als ik hier OH- bij zet, dan klopt de vergelijking behalve wat lading betreft. Als ik E- aan de rechterkant erbij zet, dan klopt ook de totale lading, hè, namelijk links van de pijl E- en rechts van de pijl E-. Ik ben nog steeds niet klaar, want ik moet deze nog gaan optellen. Voordat ik dat doe, moet de onderste halve reactie keer 2. Hè, zodat de elektronen gelijk zijn. 2 elektronen hier links, 2 elektronen daar rechts. Dan ga ik optellen. Komt uiteindelijk dit hieronder eruit. Hè, want de elektronen moet ik natuurlijk wegstrepen. Maar ook OH- streep ik weg, want er wordt 2 OH- gevormd daar. En die reageert hier weer weg, dus netto geen OH-. Dus nu hebben we, na een heel lang verhaal, de drie puntjes binnen voor deze vraag. Dan gaan we naar vraag 7. Een vervolg op, dat is een gekoppelde vraag, geen witregel ertussen, dus we hebben het antwoord nodig. En de vraag is, welke richting gaan de hydroxide-ionen op? Je kunt het op meerdere manieren aanpakken. Je kunt zeggen, de elektronen gaan van reductor naar oxidator. Dat geldt altijd. We zijn hier aan het opladen, maar ook bij stroomleveren. Het gaat altijd van reductor naar oxidator. Dus naar links. Je zou misschien denken, hé, ze willen dat toch niet van plus naar min? Maar ja, het wordt opgeladen, hè? Dus je dwingt de elektronen. Van reductor naar oxidator is max onthouden. Nou, om de lading aan beide kanten gelijk te maken, moet de OH- dan naar rechts gaan. Ja, want de minlading door het draadje gaat naar links. Dan moet de minlading hier naar rechts gaan. Dan is uiteindelijk de lading aan beide kanten weer hetzelfde. Je zou ook kunnen redeneren. Aan de linkerkant worden OH-ionen gevormd. En dat zien we hier in deze halfreactie. Dus er ontstaat een overschot aan OH- links. Rechts ontstaat er een tekort, hè, want er was OH- aanwezig. Maar dat reageert weg. Nou, om dat weer aan te vullen gaat het OH- naar rechts. Dat is een andere manier om deze vraag te beantwoorden. Komen we bij vraag 8. Hier moeten we een mooi rekenvraagje gaan doen met coulombs. Sommige mensen zijn een beetje bang voor dit soort vragen. Nou, gewoon stap voor stap de getallen gebruiken, dan kom je er denk ik best wel uit. Eerst gewoon maar even van gram naar mol rekenen. We hebben 1400 gram, 1,4 kilogram water. Delen de moleculaire massa van water, hebben we het aantal mol. Als je niet weet bij dat soort sommen, doe dit als eerste stap en dit levert inderdaad een puntje op. Gaan we verder kijken. Er is gegeven 2 mol elektronen per mol water. Dus doe het keer 2 om het aantal mol elektronen te breken. Nou, dan komt hier het aantal coulomb per mol. Als ik het aantal mol heb en ik vermenigvuldig dat met het aantal coulomb per mol, wordt ook wel constante van Faraday genoemd, dan kom ik het getal uit in coulomb. Dus 1,50 maal 10 tot de 7e coulomb. Nou, wat moeten we daarmee doen? Het moet per seconde. En we hebben 18 maanden. Dan moet je even kijken hoeveel seconden dat heeft. Nou, een maand is gemiddeld 30 dagen, is ook nog gegeven. Dus 18 maanden keer 30 dagen keer 24 uur keer 60 minuten keer 60 seconden. Een hele hoop seconden in die 18 maanden. En de laatste stap is dan het aantal coulomb te delen door het aantal seconden. En dan komt het 0,32 uit. Dus dat was het antwoord 0,32 coulomb per seconde. Dan 9. Een lekker makkelijk vraagje, denk ik. Nee, je moet even weten hoe het zit, maar in ieder geval niet zoveel werk als die andere. De vraag is, wanneer is de reactiesnelheid het hoogst? Nou, dan moeten we iets gaan aflezen in de grafiek. Nou, je zit hier al een minimum, dus daar moeten we vast wat mee doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, als de activeringsenergie het laagst is, is de reactiesnelheid het grootst. Dus we gaan dat aflezen in de grafiek. Probeer dat een beetje nauwkeurig te doen. Daar komt 25%, dat lezen we hier af. Dus dat is ook het antwoord op de vraag. 25 massa procent van deze FeOOH tussen haakjes. En dan hebben we vraag 9 gedaan. Kunnen we naar 10? En dat is alweer een mooie rekenvraag. Voor maar liefst 5 punten. Het vijfde punt is voor de significantie. Mensen waren van tevoren bang voor die 5-puntsvragen. Het valt dus denk ik wel mee. Dit is niet het allermoeilijkste. Al kun je daar natuurlijk wel af en toe een instinker
inzien met de dichtheid. Maar daar gaan we nu naar kijken. Eerst even de stapjes. Nou, ik kan het aantal mol waterstof uitrekenen. Dan weet ik ook het aantal mol methaanzuur. Dat kan ik aflezen in deze reactie. Dan moet ik naar gram methaanzuur. En de dichtheid is gegeven. Ik moet naar liters toe. Dus dat moet ik ook gaan toepassen. Dus dat is eigenlijk de vierde stap. Dan moet ik nog iets met dat rendement doen. En dat is de vijfde stap. En als laatste even antwoord geven in het juiste aantal significante cijfers. Nou, eerste stap is niet zo moeilijk. Het aantal gram delen door de molaire massa van H2 geeft het aantal mol H2. In het correctiemodel staat een iets ander getal, want daar nemen ze weer het Soyuz-datagetal van 2,02. Ik heb hier het BINAS-getal genomen. Het aantal mol methaanzuur is gelijk. Dat komt in de reactievergelijking. 1 mol waterstof of 1 mol methaanzuur staat. Dus ook 3140 mol methaanzuur. Nou, als we dat keer de molaire massa doen van die stof, CH2O2, kom ik op dit aantal gram uit van methaanzuur. Dan moet ik naar liter toe, de volgende stap. Daarvoor is die dichtheid nodig. De dichtheid is gegeven hier als, nou ja, je kan het omschrijven als 1220. Ik smokkel even een nulletje erbij, maar het maakt toch niet uit. Ik ga op het eind aan de significantie kijken. Kilogram per kubieke meter. En dat is hetzelfde als 1,22 kilogram per liter. He, want een kubieke meter is 1000 keer zoveel als een liter. Dus als ik dit op 1000 deel, kom ik op het aantal kilogram per liter uit. Nou, als ik van het aantal gram even kilogram maak, deel door 1000. En ik deel door kilogram per liter. Dan kom ik uit op het aantal liter methaanzuur. Nou, dit kun je ook op andere manieren doen. Het allebei een gram omrekenen. Iets gaan doen met de roze M gedeelde V. En het dan omschrijven. Dus in allerlei methoden komt altijd wel hetzelfde aantal liter methaanzuur uit. En dan het rendement. En hier krijg ik ook best vaak vragen over. Moet ik nou keer 0,90 of gedeeld door 0,90 doen? In dit geval is de vraag hoeveel is er nodig? Dus ik weet wat er ontstaan is, dat is 90% en ik heb 100% nodig. Dus die 118,5 vul ik in bij wat er reageert. En wat er dan nodig is, is 118,5 keer 100 gedeeld door 90, oftewel gedeeld door 0,9. Je kunt ook bedenken, ik heb meer nodig dan wat ik heb uitgerekend, want niet alles reageert. Het rendement is 90%. En als ik keer 0,9 zou doen, zou ik minder nodig hebben. Dus als de vraag is, wat is er nodig van een beginstof, dan deel je door het rendement. Als de vraag is, hoeveel ontstaat er van een reactieproduct, hier dus niet, doe je keer het rendement. Goed, dan zijn we er bijna. Alleen nog even antwoord geven in het juiste aantal significante cijfers. Dat zijn er 3. Het correctiemodel staat 131. Dat is weer met de Science Data getalletjes doorgerekend. Dan komen we bij vraag 11. Een mooie reactievergelijking. Ziet er misschien wat raar uit met N'tjes en M'tjes. We moeten de hydrolyse gaan tekenen van dit polymeer. Nou, wat betekent hydrolyse? Water voor de pijl. Dus die schrijf ik eerst maar eventjes op. En dan moet ik gaan bedenken, wat komt er op deze puntjes? Dus wat ontstaat er bij de hydrolyse van dit polymeer? Nou, als ik naar dit stukje kijk, dan komt er aan de ene kant OH aan die COO, want het moet dus zuur worden. Het is een polyester. En aan deze ook om nog een haakje te zitten. Dus de rode HO en H, dat is eigenlijk het water wat daar staat. Dat is eigenlijk het ene monomeer wat ontstaat bij de hydrolyse. Het andere monomeer gaat op dezelfde manier. Dus ik neem dit stukje, een OH aan die COO en op het eind nog een H. Dan heb ik twee stoffen die allebei een alcohol en een zuurkant hebben. En dan moet ik alleen gaan kloppend maken. Nou, hier staat een M en een N, dus die zet ik er dan eventjes bij op de juiste plekken. En dan heb ik bijna alles kloppend, behalve dat water. En dat is eigenlijk het lastigste hier. Vaak heb je twee dezelfde en dan zeg je 2N-1. Hier heb ik eigenlijk twee keer een esterbinding. Hè, dus per M1 en per N1, dus je zou zeggen M plus N. Maar ik heb al één H2O door deze OH en deze H. Dus ik heb 1 H2O minder nodig. Dat betekent dat het antwoord is N plus M min 1 H2O. Nu staat het complete antwoord van deze vraag in beeld.
Vraag 12 dan. We moeten hier twee scheidingsmethoden noemen. Nou, een heel verhaal. Maar goed, we gaan kijken wat er is aan de hand. Je ziet alle dingen voor oplosmiddelen staan. Een verschil in oplosbaarheid. En dan hoort de scheidingsmethode extraheren. Je mag ook extractie zeggen. Dan gaan we kijken wat er nog meer gebeurt. Nou, we zien hier dat het oplosmiddel verdampt. Nou, dan zou je kunnen denken aan indampen. Nou, er staat ook dat dat oplosmiddel weer kan worden hergebruikt. En bij hergebruiken denk je dan, hey, als ik het eerst verdamp, dan kan het erna laten condenseren en dan noemen we de methode destilleren. Indampen en destilleren zijn beide goed. Eén van de twee moet je noemen en als tweede extraheren. Gaan we naar vraag 13. Nou, dit is eigenlijk een leesvaardigheid, een puzzelvraag. Dus ga je nou examen doen na 2024 en denk je dan van, nou, hoe kom ik hier nu op? Er zijn een paar van dit soort vragen waar moeilijk op te trainen is. Eigenlijk een kwestie van precies lezen. Nou, wat is hier dan het antwoord? We moeten gaan kijken of de EE relatief hoog of relatief laag is als een geneesmiddel goed oplost in water en het gebruikte oplosmiddel verder hetzelfde is. Dus kijken twee geneesmiddelen vergelijken waarbij de ene beter oplost in water dan de ander. Nou, als het beter in water oplost, dan wordt er minder ingekapseld in dat polymeer, in dat PLGA. En dat betekent dat er dus minder in die microbolletjes zit en dat de inkapseling minder is. Dus dan is de EE relatief laag. Gaan we naar 14, weer een vraagje over microniveau, waarin we eigenlijk dichloormethaan en tetrachloormethaan moeten vergelijken. Er is gegeven dat de CCL-binding een polaire atoombinding is en moet het verschil in oplosbaarheid in water van die twee stoffen bepalen. Nou, ik heb hier even de ruimtelijke structuren erbij gezocht, hè, de tetraede structuur. Je ziet hier bij tetrachloormethaan dat ze allemaal hetzelfde zijn. Hier hebben we twee keer chloor en twee keer H en dat is de clue van deze vraag. Nou, die CCL-binding is dus polair, dat was al gegeven. Maar in de tetraede structuur is er geen dipool. Het centrum van de positieve en het centrum van de negatieve lading ligt op dezelfde plek in het midden van het molecuul. Bij dichloormethaan hebben we wel een dipoolmolecuul. De ene kant, de kant van de chlooratomen, want chloor is elektronegatiever, is een beetje min geladen en de andere kant een beetje plus. Dus een min- en pluskant, dan hebben we een dipoolmolecuul. Dat geldt ook voor water. En water heeft natuurlijk ook een minkant, de O-kant, en een pluskant, de kant van de haatjes. Dus water is ook een dipool. Dipolen lossen goed in elkaar op. De laatste zin is even geen microniveau. Wat hierboven staat is allemaal microniveau. We hebben het over tetraeder structuur en moleculen en watermoleculen enzovoorts. De conclusie is op macroniveau, namelijk dat dichloormethaan beter oplost in water. Je zou kunnen zeggen de interactie tussen de dichloormethaanmoleculen en watermoleculen gaat makkelijker omdat het beide dipolmoleculen zijn. Maar goed, dan geef je wel een heel officieel antwoord. Dit hier is ook een goed antwoord. Nou, we moeten hier een Lewis-structuur gaan tekenen van het deeltje dat gevormd wordt door deze reactie. We zien hier hoe de elektronenpijlen zich verplaatsen. Dan ontstaat er een nieuw deeltje, deeltje X. En dat moeten we gaan tekenen. Nou, begin ik even onderaan, die NH3, dat vrije paar hier, dat gaat een binding vormen. Dus ik teken hier een binding met een C. En dat is de nieuwe binding die hier wordt gevormd. Nou, C kan G5 binding hebben, dus de dubbele binding die klapt open en het wordt een vrij paar. Ik teken het meer even als een wit streepje op de O. In plaats van zo'n streepje mag je ook twee puntjes zetten. Nou, die O heeft ook nog twee andere vrije elektronenparen. Die zaten er al op, die waren niet getekend, maar als we een Lewis-structuur moeten tekenen, moeten die er natuurlijk wel eventjes bij. Nou, de rest, wat daar aan deze kant nog rechts zit en daar links zit, dat teken ik gewoon even over. Dus die atomen blijven gewoon, verandert niks aan, maar dit is nog niet de Lewis-structuur. Ik moet nog even vrije paren erbij zetten. De chlooratomen en het zuurstofatoom moeten ook even aan de octetregel voldoen. Nou, nu heb ik eigenlijk alle bindende en niet bindende paren getekend, maar nog niet helemaal antwoord geven op de vraag, want de formele lading moet er nog eventjes bij. Nou, we zien hier een N met vier bindingen. Je kunt ook zeggen, de N-atoom heeft nu vier elektronen in de buitenste schil.
met 4 keer 1 van de bindingen. En hij zou er 5 valentie-elektronen moeten hebben, volgens Binance 99. Dus een elektron te weinig en een pluslading. De O heeft juist een elektron te veel, hè? 3 vrije paren zijn 6 elektronen. De 7e is de ene van de binding. 7 in plaats van 6. Eentje te veel, dus een minlading. Netto heeft het geen lading, net als de beginstoffen. Dat moeten we ook even checken. Maar hier staat de juiste Lewis-structuur. Gaan we naar de volgende vraag. Hier moeten we gaan uitleggen of de oplosbaarheid van deze stof anders wordt als we een laag pH hebben. Of eigenlijk hoe dat dan anders wordt. En er is gegeven dat dit een zwakke basis is. Nou, wat gebeurt er bij lage pH? Dan is er H plus aanwezig en dan zal deze stof dus als basis gaan reageren. Als basis reageren betekent dat hij H plus opneemt. Nou, hij is neutraal. Als hij een H plus opneemt, wordt het hele ding plus geladen. En dan krijgen we dus iets met een pluslading, een ion. Nou, als we een ion hebben, kan het een ion-dipolbinding vormen. Watermoleculen zijn dipolmoleculen, dat wil zeggen dat de O-kant van water, die een beetje min is, aangetrokken wordt door het positieve ion. Dat heet dan officieel een ion-dipol-interactie. Dat betekent dat als hij beter met water interacties aan kan gaan bij lage pH, dat bij lage pH de oplosbaarheid groter wordt. Bij vraag 17 moeten we de structuurformule van ornithine tekenen. Een beetje puzzelvraagje. Nou, we hebben gegeven dat deze stof ontstaat en de beginstoffen zijn glycine en arginine. Nou, die pak ik er even bij. Natuurlijk kun je die gewoon in Binance 67H vinden. Ik heb hier de plaatjes eruit geplakt. Nou, deze twee reageren met elkaar. Dan ontstaat deze stof die is gegeven en nog een andere stof, dat ornithine. En we moeten gaan uitpuzzelen hoe dat kan. Nou, wat is gegeven? Dat de N van glycine, deze hier, aan een C-atoom bindt van arginine. Nou, als we gaan kijken, we zien hier eigenlijk, dit lijkt toch al op wat hier in glycine zit. En die C hier met die NH en die N, die dubbelgebonden is aan de C met een H eraan, die we hier ook zien, die zit eraan vast. Nou, hier staat de dubbele binding links en hier staat die rechts, maar dat maakt niet uit. Je kunt het ook zo zien, dit stukje wat hierboven zit en dit stukje wat hier aan de linkerkant zit, dat is hetzelfde stukje. En dan is er een nieuwe binding gevormd hier, die komt eigenlijk tussen deze N en die C te zitten. Je kunt ook zeggen dat dit stukje hier en dit stukje daar hetzelfde zijn. Dus eigenlijk alles van glycine op één haartje na belandt in dit stofje. Nou, wat we nu eigenlijk nog niet omcirkeld hebben, dat komt aan elkaar te zitten. Dan hebben we hier die stof staan, dus eigenlijk is het gewoon deze. En de NH wordt een NH2 dankzij dit haartje. En dit is de gevraagde structuurformule van ornithine. We hoeven alleen dit antwoord te geven, de rest heb ik erbij gezet om het een beetje uit te leggen. Maar geef je gewoon dit antwoord, heb je gewoon hier de puntjes. Gaan we naar vraag 18. Dat gaat over interacties en twee soorten interacties en dan mogen we niet het over van de Waalspinning hebben. Het gaat hier om de ruimtelijke structuur, dus eigenlijk waarom blijft dit ding op zijn plek door die interacties. Dan gaan we natuurlijk eerst even kijken naar de Waalspinningbrug. We hebben een NH en een OH, hier kun je dan een Waalspinningbrug tekenen. Ik zet er een eentje bij, want dat moest. Dit is de Waalspinningbrug. Nou, verder zien we hier nogal wat dingen met een lading, bijvoorbeeld daar en ook daar. Je kunt meerdere goede antwoorden geven. Ik teken hem hier, maar ik had ook hier een stippenlijntje kunnen zetten. Beide antwoorden zijn goed. En we hebben nu een aantrekkingskracht tussen een ion, dit heeft een echte lading, en een dipool. Deze H hier aan de N is een beetje plus, delta plus. Nou, iets wat een beetje plus is en iets wat helemaal min is, dat noemen we een ion-dipool interactie. Voor de fans van ion-dipool interacties was dit een heel mooi examen. Gaan we naar vraag 19. Klassiek vraagje waarbij we eigenlijk heel veel moeten doen voor maar 2 puntjes. En het eerste punt is eigenlijk nog vrij snel te scoren. Dat is namelijk om in dit stukje de niet bindende paren te tekenen. Hier heb ik even de hele bijlage, maar goed, het wordt denk ik wel heel klein in beeld. Dus het bovenste stukje staat even hier uitvergroot, omdat ik daar de dingen in moet gaan tekenen. Nou, dit zijn de niet bindende paren. Nou, deze
En heeft natuurlijk de octetregel, die twee O'tjes ook. Die zwavel, daar moet je nog even goed naar kijken. Zwavel heeft hier een pluslading. Het heeft 6 valentie-elektronen. Heeft nu 5 om zich heen. Dus een vrij paar en 3 bindingen. Dus dan heeft die S ook gewoon de octetregel. Maar vergeet hem niet. Bij S vergeet je hem misschien wat sneller, omdat hij wat minder vaak voorkomt dan N of O. Goed, dan moeten we de pijlen gaan tekenen. Nou, ik ga gewoon kijken wat er ontstaat. En dan zien we eigenlijk dat er een aan deze groep, die CH3-groep, aan die N komt te zitten. Als je het met hieronder vergelijkt. Dat betekent dat dit vrije paar een binding gaat vormen met deze C. Dat is de eerste pijl die ik teken. Nou, dan moet natuurlijk de binding tussen die C en die S weg. Want C geeft geen 5 bindingen. Bovendien krijgen we hier een stof waarbij die S 2 vrije paren moet hebben. Dus 1 heeft hij al, die in het rood, er komt een tweede bij. Dat was eerst de binding tussen de C en de S. Dus die verdwijnt. Nou, dan moeten we nog wat meer doen, want we zien hier ook nog wat veranderingen. Nou, wat gebeurt er? We krijgen een OH-groep. Eigenlijk dit haartje gaat aan deze O zitten. Nou, de O heeft een vrij paar en die kan een binding vormen met deze H. En dan krijgen we de OH-binding die we daaronder zien. Nog één dingetje doen. Het bindingje tussen de N en de H, de elektronen daarvan, dat wordt een vrij paar op de N. Dan hebben we gewoon een N met 3 bindingen en een vrij paar daar. Nou, deze 4 pijltjes is met z'n vieren samen maar 1 punt. 20 is weer een 5-puntsvraag met een berekening met een punt voor de significantie, zoals verwacht. Nou, een hoop getalletjes, eigenlijk een beetje een rekenpuzzeltje. Begin ik met het getal in de vraag. 70 kilogram is 1,7 gram creatine per kilogram van die man. Dus dat doe ik keer elkaar en dan komt het aantal gram creatine uit. 1,9 massaprocent per dag wordt uitgescheiden. Dus moet weer worden aangevuld. Dus ik ga 1,9%, 1,9 gedeeld door 100 keer dat getal, is 0,226 gram per dag wordt uitgescheiden. Nou, het moet worden aangevuld. 20% komt rechtstreeks uit de voeding, dus de rest, 80%, moet gemaakt worden uit die reactie van glycine en arginine. Dus ik neem 80% van die 0,226 gram, 0,181 gram. Nou, dit is typisch iets waar je overheen leest. Hè? Je hebt snel de neiging om hier 20% te nemen, maar die andere 80%, die dus niet rechtstreeks uit de voeding komt, moet je dus maken op deze manier. Nou, tijd om naar de mol te gaan. Ik ga de molaire massa van creatine even uitrekenen. Hier nog even de structuurformule. Nou, 131,14 komt er dan uit. En dan kan ik het aantal mol berekenen door het aantal gram door de molaire massa te delen. 0,0138 mol creatine moet dus gemaakt worden uit glycine en arginine per dag. Nou, we hadden eerder al gezien dat die 1 op 1 reageerde. Dus 1 mol glycine en 1 mol arginine geven samen onder andere 1 mol creatine. Dus het aantal mol glycine wat nodig is, is ook 0,0138. Nou, dan moet ik antwoord gaan geven. Ik moet naar gram, dus ik heb de molaire massa van glycine even nodig. Hier nog even het plaatje. Nou, even C'tjes, H'tjes, O'tjes en N'tjes stellen. Kom je op 75,07 gram per mol uit. En dan ga ik dat aantal mol keer het aantal gram per mol doen. En dan komt er precies 1,0 gram uit. Twee significante cijfers, hè, want kijk naar de getallen in de vraag. Er zitten heel veel dingen met twee cijfers bij. Niks met één cijfer, dus het kleinste aantal is 2. Ik ga op twee significante cijfers antwoord geven hier. Gaan we naar een puzzelvraagje over DNA. Dus even goed lezen wat ze hier nou van je willen. We moeten iets op de coderende en matrijsstreng gaan doen, een base en dan een nummer van een afwijkend basepaar met behulp van de tekst die hier staat. Nou, we hebben in de gezonde situatie arginine en in de mutante, de gewijzigde situatie, dat ding met dat sterretje wat hier staat, hebben we leucine. Dan kun je een heleboel codons gaan opzoeken in die BINAS en Science databel waar ze naar verwijzen. Ik heb ze hier allemaal even ingetypt voor arginine en voor leucine. En dan moeten we gaan zoeken wanneer is er nou één verschil. Nou, dat kan op
meerdere situaties, de dingen die ik hier even roze heb gemaakt, maar het is elke keer de tweede van het paar die bij arginine een G is en bij lysine een U. Dus dat is eigenlijk geen waar we naar moeten kijken. Even opletten, instinkje die bijna elk jaar in zit, die U is natuurlijk op RNA niveau en coderend een matrijsring is op DNA niveau, dus de U moet dan een T worden. Dus dat invullen, dus een G voor de situatie met arginine, een T voor de situatie met lysine. Nou, de matrijsring is het tegenovergestelde, G zit altijd tegenover C, T zit altijd tegenover A. Dus die vullen we hierin. Dan nog even het nummer. We hebben nummer 44 wat betreft aminozuren. En daarvan is het dan de tweede. Nou, er zijn 43 codons voor geweest, voor de eerste 43 aminozuren. Dus daarom doe ik 43 keer 3. Tel ik er dan 2 bij op, want het is de tweede van het 44ste triplet. Nou, als het goed is komt daar 131 uit en die vullen we in. En dan hebben we hier alles ingevuld wat we moesten invullen. De ene laatste vraag, weer eens een keertje gaschromatografie en ook nog een verdelingsevenwicht erbij. Nou, een ingewikkeld ding met allerlei pieken. Nou, het gaat eigenlijk om dat we twee dingen gaan bekijken en we moeten ook twee stoffen met elkaar vergelijken. En dan staat er een verdelingsconstante hoe de stof zich verdeelt over een polair en een apolair oplosmiddel en de getalletjes staan erbij. We moeten gaan kijken naar creatine, welke piek dat is. Nou, de getallen voor KV zijn gegeven. Wat betekent nou een grote KV? Dat het beter oplosbaar is in de apolaire stof octaan 1-0. Dus een grote KV betekent dat de stof naar verhouding meer apolair is. Dat betekent dat creatine, omdat daar het grootste getal bij hoort, de stof is die het meest apolair is hier. Dat betekent ook dat hij het beste bindt aan de kolom. Want, ik heb het zinnetje hier nog even ingeplakt, stond op de vorige bladzijde, even goed lezen. De stationaire fase is apolair. Dat betekent dat stoffen die apolair zijn, goed binden aan die apolaire fase. Dat betekent ook dat hij er langer over doet om eraf te komen. Hij wordt meer opgehouden onderweg, dus het heeft de grootste retentietijd. Dan komt het verst. En dan kunnen we de conclusie trekken dat die tweede piek dus hoort bij creatine. Dan de laatste vraag. Nou, een mooi moment eigenlijk. Een multiple choice vraag bij scheikunde. Dus lekker makkelijk nakijken. En je moet even weten hoe het moet. Het valt wel mee. We hebben hier twee situaties dat het mis kan gaan. Stap 1 of stap 2. En dan moeten we gaan uitleggen nou, of we dan meer of minder van de stof of evenveel krijgen. Op het moment dat dit enzym niet meer doet en deze reactie niet meer plaats kan vinden, kan deze stof niet goed gevormd worden en ontstaat er dus minder van. Dus dan omcirkel ik hier lager dan. Nou, als er minder van deze stof is, of geen stof is, dan kan die tweede reactie ook niet plaatsvinden. Dus dan hebben we ook minder van de stof die ernaast staat, dus dat creatine. Dus ook die tweede reactie kan niet plaatsvinden als die eerste wordt tegengehouden. Gaan we naar de tweede situatie, dat is dat deze het niet meer doet. Wat gebeurt er dan met de stof voor de pijl? Ja, die kan niet meer worden omgezet. Dus eigenlijk stopt de serie van reacties daar, die wordt niet meer omgezet. Dus van deze stof krijgen we dan meer. Die laatste stof is weer minder, want hij kan niet gevormd worden, hij wordt hier tegengehouden. Dus we hebben op het eind weer een lagere hoeveelheid creatine. Gaan we het even vergelijken met de verwachting? Nou, dan klopt het wel ongeveer, niet helemaal. Zouten kwamen bijvoorbeeld niet voor. Analysetechnieken, ja, een vraagje over gaschromatografie. Zuren en bazen wel wat minder dan anders. Hè. De KZ soms zat er een keertje niet in. Vrij veel bindingen, vooral de ion-dipolbinding. Qua biochemie ook niet zo heel veel, alleen DNA, maar geen eiwitten. Nou, Lewis en mechanismen, koolstofchemie, die polymeren vraag bijvoorbeeld, of dat puzzeltje met die arginine enzovoorts. En het rekenwerk, nou, ik denk redelijk evenwichtig, hoewel natuurlijk niet altijd alles terug kan komen. Niet te lang, ik denk ook niet echt te moeilijk, dus het lijkt me dat het een goed te doen examen was, met niet zo'n hele hoge endterm verwacht ik.
De precieze endtime, ik weet iedereen vraagt me ernaar. Ik over een paar dagen weet ik wel. Zet wel een filmpje, maak je alsjeblieft niet druk. Concentreer op je laatste examens. Iedereen die examen heeft gedaan, tot ziens. Dit was mijn laatste filmpje voor jullie. Als je dit nu kijkt, omdat je nog examen doet in de toekomst. Heel veel succes met oefenen. En ik zie je dan graag in een volgend filmpje weer. Tot ziens.